Oh, this shit. Yeah. Yeah, yeah. What? What? Ja, ja. Turi komt de kring binnenstappen. Vido, Dido, Stilo. Net als Brett met veel pit. Drop dit op een beat van Krilo. Je weet die kerel spreidt voor de heads wereldwijd. Via internet op tijd. Nieuwsgierig? Check de website. Ze vibren shit als Betty Ann. Dat is als ik happy ben. Wack MC, draag niet uit. Je weet dat lyrisch maar bekend. Klik je kop fan. En handen in de lucht alsof je zit in hitte. Vragend om een flesje. Kook zo niet om watertank. Sensatie en collaboratie met wat fans uit Scandinavië. En yo, we filmen die shit. Dat doen we avië. Digitaliseer op optimaal, plus de audiobestanden. Resultaat, geen haat, men gaat watertanden. Nu vanaf de lage landen, hou je hart vast lief. Rip die shit niet voor commercie, net als Britney, wat je krijgt is beef. Spaar een rip, ik steek toe als ik ben over de rooien. Europese eenheid, niet de mobiele, mij hoor je. Ik heb die vieze flow, dus zet die deodorant aan de kant. Mensen willen diverse shit als de mic in mijn hand is aanbeland. Maak het mezelf comfortabel, vermaak het publiek vast en zeker. Chickies springen op de tafel, ben misschien ziek, maar ben geen faker. Deze muziek is in mijn hart gesloten, niemand breekt die kluis open. Ze komen niet in de buurt, shit, laat ze niet door mijn huis lopen. Wack MC's, ik zou ze het liefst met mijn vuist slopen. Maar ik gebruik geen fysiek geweld. Hey, wie heeft de politie gebeld? Ik bedoelde dat ik ze afmaak en afkraak via de microfoon. MC's zijn radeloos als idiot. Want hetgeen wat ik spuug kan gevaarlijk zijn als het snuif van lijm. Eftreden als ik rijm, giftige dampen toe in je hersenen. Ik drop wat verses en zo breng ik spanning en sensatie. Niet eens in het Engels, toch internationale collaboraties. Kees, dat is de naam, voor degene die het nog niet wisten. Ik heb die vieze flow als zwervers die een steegje piste. Bah! Bah!